gaan opstaan. Kom maar. Kom. We gaan opstaan. Goedemorgen. Hallo. Nee, opstaan wil zeggen dat je uit je mandje gaat. Hè? Ja, we gaan uit het mandje. Doe maar. Hup. Toe. Kom, we gaan. Hallo, opstaan. Ja, bijna. Goed zo. Goedemorgen. Het is 8 uur. Ik had nog niet zoveel zin. Maar we moeten boodschappen doen. Want de koelkast is aardig leeg nadat de picknick vorige week is geweest. Ik moet hier een hele berg opruimen in huis. Zo, hebben we de snies. Oh, even uitrekken, ja. Ik ga eens even haar eten neerzetten. Dan kan het een klein beetje opwarmen, want ik merk dat ze het iets lekkerder vindt als dat warmer is. Dan ga ik haar even uitlaten en dan ga ik daarna gelijk eens boodschappen doen. Dan hier puinruimen. Want ik word er een beetje moe van. Maar goed, het is ook mijn eigen schuld. Nou, eigen schuld, ja. Ik weet niet of ik dat goed... Ik ben gewoon nog steeds heel erg moe. En als ik dan s'avonds thuis kom en ik heb de keuken aan de kant, dan denk ik ook van... Klaar. Ik zit gewoon op. Maar ik wil even de tafel met een kersttafelkleed doen en allemaal dat soort dingen. Dus dat ga ik nu eens even fixen vandaag. Ik trek mijn vest aan en kijk wat er hier gebeurt. Wil je naar buiten? Wil je even plassen? Ja? Nou, gaan we naar buiten. Ja, kom goed. Gaan we regelen. Ja, oortjes in. Kan ik lekker boodschappen doen met een boekje aan. Mondkapje ga ik pakken. Even een nieuwe. Allemaal even gevouwen. Vind ik hem toch lekkerder zitten. Jumbo vandaag. Zaterdag ga ik even naar de Aldi. Nou, dan hebben we alles weer gehad. Dan hoef ik daar dit jaar niet meer heen naar de Aldi in ieder geval. Nou, misschien nog wel een paar kerstdingetjes. Maar het zij zo. Ik ga eens even aan de gang. Tot later. Nou, inmiddels ben ik lekker aan het opruimen. Even hier wat sneeuwschuim weghalen. Ik vond nog een leuk dingetje om bij de deur te zetten. Dat zal ik je later nog laten zien. Hier beneden staat oud papier. En mijn bibliotheekboek, want die moet er terug. Nou, de kast is nagenoeg leeg, miste. Dat zijn de laders van de fietsen. Die kunnen nog in het kastje eronder, maar er staat even wat voor dat ik even niet weg kan halen. Hier moet ik nog een naam op maken. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Even kijken hoor, wat ligt er nou nog meer? Een klein cadeautje en even wat mini kerstkaartjes. Die ga ik nog uitdelen. Nog een kaartje wat ik weg moet brengen. Nou ja, voor de rest alleen de salades. Ja, een putbusnekje en zo, dat staat er ook. Maar goed. Ze kijkt nu heel hoopvol, want ze horen het zakje kraken. Maar ik ben dus alles een beetje aan het opruimen en aan het doen en op de plekken zetten waar het hoort, zeg maar. Inmiddels heb ik een klein tafellopertje neergelegd. Ik had nog een heel klein stukje blijkbaar. Ik dacht dat ik nog wel voor de hele tafel had. Maar ik ga dus nog even nieuwe halen. Maar dat komt nog. Daar liggen kerstkaartjes die ik nog moet schrijven. Dit is ook opgeruimd nu. Daarachter hebben we nu een bak. Daar zitten alle mondkapjes in. De zakdoekjes. Dat is nog een ovenschaaltje voor Marijn. Maar die komt volgende week. Dus kan die in zijn tas. Nou, de bol staat. Ik denk alleen niet dat er een knop in komt als ik het zo zie. Want hij is niet zodanig. Een plantje nog. De mooie kerstkaart van Leni. Lenny. Eén van twee. Ik weet niet hoe ik het goed precies zeg. Maar die is echt super tof. Nou ja. Ja, en dat is spul wat nog weer teruggestuurd gaat worden. Tja. Oh, en daar zit de oude bril in. Die moet nog naar de Hans Anders. Dat ga ik ook zo meteen doen. Kortom, ga niks worden. Een rustig dagje.
zo weer thuis. Zoals je hebt kunnen zien ben ik naar de bibliotheek geweest. Daar heb ik gauw mijn boeken ingeleverd. Ik heb geen nieuwe meegenomen. Ik heb boodschappen gedaan bij de Action. Daar was het gelukkig heel rustig. Dus ik dacht, ik grijp mijn kans. Ik heb twee verlengsnoeren meegenomen omdat we daar redelijk doorheen waren. We hadden een aantal weggegooid, kapot. Dus nu maar twee nieuwe. Dit zijn de kerstkaartjes voor mijn moeder en mijn zus. Als ze de vlog kijken hebben ze het gezien. Maar ze gaan vandaag op de post. Nieuwe icing bags, hoe heette dat? Spuitzakken. Voor de hamsters van die knaagstangen. Een nieuwe loper. Deze is wel lang genoeg voor de hele tafel. Dat was hem. Dat was totaal 16 euro of zo. Had ik nou nog iets? Nee, dit was het. 16 euro. Ja. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 16 euro ongeveer. En ik ging nog even naar de dekenmarkt. Daar vond ik dit leuke folie. Daar viste ik een Moscovische tulband op voor Emily. En daar haalde ik nog Bami groenten, want die hadden ze bij de Jumbo niet. Oh ja, en voor de kerst, kerststerretjes en kerstkransen voor op de snoepschaal. Maar dat gaat allemaal in onze grote la voor kerst. Die zit niet alleen kerst in overigens hoor, het is ook mijn la met allemaal rommeldingetjes. Nou ja, maar goed, dit is nu redelijk opgeruimd. Daar moet dus nog even een andere tafel lopen. Dat ga ik zo doen. Maar ik ga eens dit even weer opruimen. Hallo. Ja, ik zei het verkeerd. Het was geen 16 euro, maar 13 euro. Ik heb ponnetje er even bij gezegd. 13,95 euro om precies te zijn. Mooi bedrag. Nou, ik ga dit even opruimen. Ik ga even dingen posten. Dan zijn ze er hopelijk snel. Ik heb ze niet met kerstpost verstuurd. Omdat dat gewoon... Nou ja, niet ver is. Het is veel groter. En het is iets zwaarder dan 50 gram. Dus we doen het maar even zo. Even spieken. Ik hoor niks. Maar ik ga even naar de brievenbus. Inmiddels is de middag een mooi eind op streek. Ik heb lekker een klein stukje tuin meteen. Kom maar, Puk. Kom. Dan zet ik je even op de bank. Zo, op de bank. Ze is net geweest wandelen. Ze had geen zin. En ik ben bezig met de bami voor Emily. Dat maak ik voor twee keer. Eén deel gaat dus in de diepvries. En mama kan ze twee keer ervan eten. Ik eet zelf vandaag een kipburgertje. Met sla. En ik ga daar koolraapfrietjes bij maken, denk ik. Want ik heb nog een lekkere koolraap liggen. En die moet eigenlijk wel op. Nou, eerst dit maar eens even regelen. En dan de rest. Het is nog vroeg. Het is nog net 3 uur. 3:15 is het. Zo, even de... Ja, je kunt het haast niet zien. Touwgé naar boven brengen. Want de beestjes willen natuurlijk ook touwgé. Dat krijgen ze ook altijd. Dan kan ik gelijk even water geven en eten. Dan is dat ook weer klaar. Dan krijgen het alle drie. Alle drie krijgen ze 3 stukjes. En ze vinden dat echt super lekker. Dat is 1. Dat is 2. Kijk, en nog voor ik klaar ben met de derde. Is de eerste er al? Hallo. Ik weet het, je vindt het erg lekker. Ja, het ligt aan de andere kant. Je krijgt even lekker nieuw water en zo. Ga ik even regelen. Gaan we naar binnen gooien. Ik zei toch, ze zijn gek op touwgé. Kijk, daar is nummer 2 al. Hallo. Jij wilt ook touwgé eten? Ja. Ik vind dat zo grappig. Ze horen je. En er zit er nu 1 boven en 1 beneden. Jij. Maar ik ga ook je lekker even gewoon eten geven. En dan heb je vanavond wat te doen als je weer wakker wordt. Ja. Nou. En nummertje 3. Ook die. Dacht. Ik kom gezellig even kijken. Ja.
Dit is de kleinste van het stel. Die weegt ongeveer 120 gram, denk ik, 130 gram. En die andere zijn over de 200 gram. Dus het is echt een, in mijn idee is dit een ukkie. Maar hij is wel de oudste van het stel, vermoeden we. Hij zal bijna 2 zijn. Februari wordt hij 2 ongeveer. Nou, en dat merk je ook wel nu. Hij begint wat rustiger te worden. Wat minder actief. Minder in zijn ratje te rennen. Nou, dat geeft niet. Dat mag allemaal, hè. Ja, maar het is een leuk beestje, deze Pebbles. Ja, je bent een leuk beest, hè. Ja, oh, ga je even stoppen. Nou, dan ga je lekker verstoppen. Ik ga je lekker in je kooi zetten. Kun je lekker eten. Hè? Nou ja, jij zit in het aquarium. Nou, mijn rust is boven weer gekeerd. Er is lekker even gezocht naar de verse dingetjes. Dat is oké. Ik had nog wat worteltjes meegenomen. Vinden ze allemaal heel erg lekker. Hier staat inmiddels de bami op. En die moet nog 10 minuutjes, dan is die klaar. En ik weet nog niet wat ik precies ga eten. Ik kreeg nog een uitnodiging om bij Valerie te gaan eten. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Ik moet even over nadenken, want ik ben net zo goed weer bezig. Even echt even denken. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik ben een poosje bij Valerie geweest. Daar gezellig met elkaar gegeten. En nu ben ik weer thuis. Zou ik lekker in eigen huis. Puk is weer thuis. Zij moet nog 1 dagje werken. Er zit iets op mijn lens. Meestal op het schermpje. En dan heeft zij gewoon lekker vakantie een weekje. Dus Puk blijft een hele poos weg. Dat is dus wel raar. Want ze zien natuurlijk 5 dagen in de week. Dus ja. Zal weer even wennen zijn. Zo, tijd om naar boven te gaan. Ik moet eigenlijk nog een video editen. Het energieniveau is op. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga verstandig zijn. En ik ga lekker liggen. Ik heb wel heel veel gedaan vandaag. Ik heb 4 video's echt helemaal compleet klaar af. Zo ben ik. En ik word een beetje simpel van mensen die op mijn blogs en video's of op mijn blogs reageren en op mijn recepten reageren. En dan allerlei reclame onzin. Spammen. Even kijken. Spammen. Nou, ik ga de computer uitzetten. Ik zie jullie straks als ik omgekleed en wel ben. Nou, ik ga heel gauw slapen. Ik heb echt een paar vallen, jongens. Dat willen jullie niet weten. Ik ga lekker mijn ogen dicht doen. Morgen weer een nieuwe dag. Jullie kunnen nog even naar de adventkalender kijken. Die komt zo meteen natuurlijk na mijn afsluiting. Komt even de intro van de adventkalender. En dan, nou ja. Ik heb ergens een haar nu heel irritant zitten. Even weg. Zo, dat is beter. Dat is het precies omhoog. Nou, tot morgen dus. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk er eens avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Tot in dat, bij de adventkalender. Die komt nu. En tot morgen. Tot dan. Doei doei. Gaan we naar nummer 17. Oh, dit is zo'n kauwgum, weet je, in zo'n klein tubetje. Oh ja, oh. Oh, van die vieze bubbelgum. Oh, wat is dat? Wie is dat? Of niet? Jawel. Ja, het is, maar het is in kersensmaak. Oh, dus je kan het proeven. Dus ze kunnen het proeven. Ik ga even ruiken hoor. Zit er niet? Eeuw. Ik denk niet dat ik wil proeven. Ik denk ook niet dat ik wil proeven. Het is een beetje een soort, ja. Heb je het al laten zien of niet? Nee. Kan ook niet, want ja, daar is hij.